Oh shit bro, dit zijn fucking grote spinnen. Kan ik hier niet gewoon heel stiekem... Oh my god, kan ik... Hold up boys, wacht even. En dat is dus... Oh! Hello. Oh shit! Get the... Oh jezus bro! Ik ben gewoon ge-one-shot. Ik ben gewoon ge-one-shot, bro. What the fuck? Oké, dat is dus best wel een probleem. Airstrike gooit hij. Victory rests on your shoulders. Ministry. Je kapot maken. Ziekte me wel erg. Lekker hoor. Kan ik ook het blikje in? Tuurlijk kan ik erin. Yo, I'm in a can. And it's pretty grand. I don't know. Something that rhymes with soda. Shake it up. And it'll explode ya. Jezus. Mijn vriendin is aan het werk, dus ik kan extra hard schreeuwen. Ah, perfect. Ah, dus met dat gezegd te hebben, jongens... Kom aan! Morg, straks bellen je buren de brandweer. Ergie, jij bent aan de beurt. Maar Morg, die microfoon trekt hem niet, hoe hard ik ja, hem doe hem dan maar, die is perfect. Je moet zo, dat is het goede effect. Oké, ik ga hem zo extra hard gooien dit keer. Zet hem, maar zet hem echt uit je teen, hè, dat gewoon einde van de straat ook hoort. Oké, maar ik weet niet of jullie die... Oké, is goed, komt-ie. Doe even een paar keer diep adem, alsof je zo lang onder water moet zwemmen. Oké. Jezus! Tere Morg, je mic die knalt bijna uit elkaar. Bij de comeback of the Shark King. Omar! is hij goed gekeurd? Ja man, die was ja, perfect. Man. Die was perfect. jouw command level is die van RG. Welkom bij de meest chaotische squad van Nederland, jongens. What was that? Ambush! Oh, no! Nee, hij is de tactic, man. Nee, je mag hem niet... Oké, Mark, sorry. Ik laat hem aanpassen. Man. Nu moet jij voor straf, moet je 10 seconden lang moet je kruipend de tactics volgen. Nee. Ja, I'm moving up. Je moet de kruipen hier. Ja, je moet naar de trap kruipen, Mork. Kruipen? Is iemand nog beneden? Ja, Shaf is naar de trap aan het kruipen. Shaf, wacht, voordat je kruipt, haal je UMP, ik heb pas gegooid. Rot op bro, die is tering vet. Nee joh. Wat is dit voor game? It's a fucking... fucking game! Laat me rust, niet vragen wat voor game het is. Het is een fucking kutspin die achter me aan zit. Ik ben bijna dood. Ik kan gliden. Oké, ik ben weggekomen. Oh, nou hoor je hem. Fuck je win counter. I don't need him. I don't want him. Nee, Rikies, thanks for your support, man. I'm joking! Jongens, ik ga zo in bed liggen. En dan... slapen. Perfect. En dan ga ik even zo'n...
survival guy aan. What the fuck, bro? Wat? Mijn toetsenbord lag te dichtbij. Zo'n survival guy die 40 dagen lang zijn eigen scheid opeet om op een eiland, onbewoond eiland, te overleven. Perfect. Beter kan je niet in slaap vallen. Wat? Ik ben nou benieuwd of... Het punt is met mijn gedachten uitspreken is dat ik bang ben dat mensen in de chat gaan zeggen of het wel of niet zo is. Dus nogmaals, als ik iets zeg, zeg gewoon niet of het wel of niet zo is. Ik praat gewoon even... Oh shit! Jesus Christ! Jesus! Eentje dan? Twee dan? Ja man, lekker. De team wipe, we kunnen erin. Ik vind dit wel echt een lekker spelletje man. Ik was net even beneden weer aan het nadenken. En I like it. Mag ik ook een beetje vanaf jouw soep? Zeker weten man, doe maar je mondje open. Jij trekt ze toch over de balie? Wat een man al, wat een held. Ja, hij heeft gelijk, bro. Okay. Wat moet je doen? Trap hem. Trap die guy. Big motherfuckers. Is hij nou mijn deur aan het slopen? Die teringleier is mijn deur aan het slopen. Wat ziek. Hey, Ploink, thanks voor de 15 maanden. Resub, man. What's up? Hey, thanks voor het gebakje. What's up? Watch the skies. Oh, ze is hiernaast. Ja. Dus, schat, kijk. Hij is hier, RG. Waarom? Ja, moeilijk. Mijn vriendin kwam letterlijk net binnen. En één tering noob guy. Magnetet. RG, azen als chip. Deze bosje. Dat kan niet. Is niet safe. Blokkeer hem. Hey, sniper. Ja, Morok, het is toch een fucking ongeluk steeds, man. Tuurlijk zitten zij tering hard te chillen en ik heb geen één hoerenbosje waar ik eventjes achter kan chillen. Ja, nou, even serieus, man. Dit is toch fucking bullshit, ouwe. Elke fucking keer aan mijn ziekje. Elke keer moet ik mijn fucking muffe ongeschoren reethaar bewegen. Je bent echt nep. Klopt, man. Met al je kleren in je kast. Die uit Turkije heb gekocht. Op zo'n markt. We definitely have way too many sheep. Wat fuck bungelt daaronder, hè? Oh, schapen hebben zo'n kokerpik. Zo'n beschuitrol. Okay, guys, we'll see you tomorrow. Nee, het zijn die uiers. Weet je wat? Ik zet gewoon mijn rechter scherm ook uit. Dit potje. Speel ik met mijn... Fuck it. Chat, jullie hebben straf, alright? Ik zet gewoon maar weg. Het is gewoon weg. Mijn rechtscherm is uit. Ik zie niks meer, alright? Ik zie niet eens meer dat mijn dono's niks. Wegwezen. Ik speel dit potje met mijn scherm uit. En oh wee als ik deze niet win. Gewoon armo, man. Shout out. SO naar RN Louis. Louis, maar nu wil ze Louis Vuitton. Nu wil ze Louis Vuitton. Nu wil ze Louis Vuitton. Maar ik kan het voor haar kopen en ze wil met me lopen. Maar niet voor haar kopen, want ze wil alleen Louis Vuitton. Ik heb geen medkit. Zieke dono, bro. Ik zou hem recorden, man, als ik jou was. Huisje, boompje, beestje. Sali hier aan het roken. Die shit stinkt trouwens. Volgens mij is het Sali. Volgens mij is het Sali. Een of andere bitch ass kruid die je zogenaamd in je huis opvlamt als je geesten hebt en shit, you know? Ik bedoel, als ik een geest was, was ik ook weggegaan. Want het stinkt naar scheid. Dus ja, het is niet heel gek dat geesten daarvan weggaan. You know what I'm saying? Zijn ze nou aan het... What the fuck? Zijn ze nou fart fetish aan het doen daar? Kijk. They on some fart fetish shit, man. Dit is like two girls, one bug. Two bugs, one fart. Hoe schept deze man? Yes!
What the fuck? Daar komt Dustin aan. Waar dan? Waarom zijn een wc op zol? Oh no. Fucked up. Nee, Ellie. Jezus.